In deze video probeert Van der Lee zijn gelijk te halen. Ik denk dat de heer Van der Lee een antwoord gaat geven wat hij vanavond al een paar keer... Mevrouw Van der Plas heeft het volste recht om dit zelf vast te stellen. Of ze daarmee spreekt namens de hele Tweede Kamer, weet ik niet. Maar ik ga ook niet en ik kan ook niet daarin met haar meegaan. En niet omdat wij geen oordeel vellen over de minister-president, want dat doen wij wel degelijk. Ik vind dat in die 30 regels ook een constatering zit, maar ook een oordeel. Maar geen politiek oordeel. En, dat heb ik ook aan het begin van het debat gezegd, u trekt parallellen met andere onderwerpen. En dat is uw goed recht. Maar wij als commissie waren niet gevraagd om al die parallellen te trekken en te onderzoeken. En ook dat maakt dat ik op dat punt geen bredere uitspraak als voorzitter van deze commissie kan doen. Mevrouw Van der Plas. Nee, en daarom snap ik het ook dat deze voorzitter en de hele commissie dat niet doet. Dat begrijp ik. Maar als we terugkijken, dan ga ik het toch maar gewoon wel even benoemen. De minister-president heeft ook de tweedeling in de maatschappij ontkend tijdens de coronatijd. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is gewoon totaal niet waar. De samenleving viel gewoon uit elkaar. Onder de ogen van, ik heb het hier nog gevraagd, waar is onze minister-president? De vertrouwenscrisis in de politiek, vlak voor de verkiezingen. Dan zegt de minister-president, nee joh, onze partij staat gewoon, we stijgen in de peilingen, is helemaal niks aan de hand. Vorige week de vraag van de journalisten, is er een kabinetscrisis? Nee joh, ik heb meer energie dan ooit. Nou, ik maak me daar echt wel een beetje zorgen over. Dank. En dat druk ik me zacht uit. En dat is inderdaad mijn constatering, maar dat wil ik dan nog even meegeven. Maar ik snap inderdaad dat de commissie dat oordeel niet geeft, omdat het ook niet in de vraag zat. We krijgen nog een debat met het kabinet.